Versnipper 1 met een grote ei. Je moet jezelf kapot schamen om mij te dwingen. Om haatbewegingen, pedofielen en massamoordenaars te supporten. 3 teentjes knoflook en 4 centimeter gember fijn malen. Verhit 4 eetlepels zonnebloemolie. Bak de ei totdat deze transparant is. Bak de knoflook en gember 1 minuut op stand 3,5. Voeg toe de kruiden. 1 kleine theelepel zwarte peper. 1 kleine theelepel komijnzaad. 1 kleine theelepel korianderzaad. 1 mix alles. Na 1 minuut voeg toe 1 liter water. En 200 gram rode splitlinzen, goed gespoeld. Goed roeren. Strooi 2 groentebouillon. En 400 ml gepelde tomaten. Laat 20 minuten koken op stand 3,5. Goed roeren. Na 20 minuten koken. De daal fijn malen met staafmixer. Kook nog 10 minuten. Goed roeren. Halve kleine theelepel mineraalzout. Vuur uitdoen, goed roeren. We gaan nu de kruidenolie maken. Verhit 4 eetlepels zonnebloemolie in de wok. Bak halve Surinaamse peper fijn gehakt zonder putjes. Halve kleine theelepel chilivlokken. Hou voor kleine Til even comment, chat. Hou voor kleine Til even koriander, chat. Mix alles. Halve kleine theelepel kurkuma. Een kleine theelepel verse koriander, fijngaan. Mix alles. Haal de kruidenolie van het vuur. Doe een paar eetlepels kruidenolie mengen in de dal. Eet met basmati rijst. Het leven is kort. LOL LOL